Laurens Zweek. Hier zien we nu Lars van der Haar, dames en heren. Hij gaat eindigen op de knappe vierde plaats. Jawel hoor, hier komt die Lars van der Haar. De man die in het Pool Château binnen 2 weken zijn Europese titel zal moeten verdedigen. Maar wat een wedstrijd. Ja, hier komt Klaas van Torbrand, die komt er nu aan. Die gaat vijfde worden, zeker prachtig uitslag voor Klaas van Torbrand van de Napoleon Games Cycling, van de Napoleon Games Harruksploeg. Klaas van Torbrand. Dan moeten we hier Jens Adams krijgen, die wordt zesde. Waar zit Rob Peters, die hebben we nog niet zien voorbij komen, die komt er nu aan zeker. Op plaats 7 wordt dat Rob Peters, we gaan hier mee noteren uiteraard. Rob Peters, prachtige zevende plaats na de tweede van vorig jaar. Ja, Rob Peters dus zevende plaats voor hem. Hier komt ook Michael Boros, de Jerry gedaan. Michael Boros voor achtste. Dan wacht op de negende plaats die er nu gaat aankomen. Dus Mathieu van der Poel had vanavond aan de swing. Dat is de top 3-4. Hebben we dan Michael of liever Lars van der Haar. David van der Poel komt nu over de streep. En dan als tiende Kevin Kuijls. Dat is de tiende in de uitslag. Wij gaan ons nu naar het podium begeven. Want daar hebben we natuurlijk ook een huldiging van het podium bij de dames. En dan ook de heren natuurlijk. En ook nog op het allerlaatste van de naamkeel in de Kuil deze namiddag tussen de wedstrijden door. Ja, ze komen dus één voor één binnen. We zagen Vincent Bastaas ook nog binnenkomen. Ja, dames en heren, en ondertussen mogen we